Het dak ligt nu nog vol met asbest, maar in 2024 moet dat verleden tijd zijn. Het Rijk heeft bepaald dat alle asbestdaken gesaneerd moeten zijn. Adrie en Nel Schultze uit Lelystad willen heel graag van het asbest af, maar zitten met een probleem. Ze kunnen de sanering niet betalen en de aanvraag van een lening is geweigerd. Ik heb dat allemaal aangevraagd en de reden, wat hoofdzakelijk nu de reden is, dat is dat ik te oud ben. Om een lening te krijgen. Tot 70 jaar geven ze een lening. Nou, we kunnen het niet zo even je 7.000-8.000 euro even neerleggen. Wat vindt u ervan dat u afgewezen bent voor een lening? Ja, dat vind ik niet leuk. Ik vind dat niet leuk. En niet, Ik vind een, kijk, zeggen ze, ja, 80 of zo, maar 70, dat is toch nog een leeftijd om... we hebben een inkomen, dus we kunnen het best betalen. In 2024 moet al het asbest gesaneerd zijn. De gemeente Lelystad biedt huiseigenaren de mogelijkheid een lening af te sluiten om deze kosten te kunnen betalen. Voor Adrie en Nel Schultze gaat deze vlieger voorlopig niet op en dat kan gevolgen hebben voor de hele buurt. Persoonlijk vind ik het lullig van de gemeente dat ze ons zo'n beetje aan laten modderen nu. Want zeg dat de buren van mij het wel willen en dat die kunnen het dan ook misschien, of dat weet ik niet. Dan kunnen ze nog ineens beginnen, want als ik dan weer geen toestemming geef dat ze op mijn dak ook kunnen, dan kan die aannemer niet verder. Dus dan ben ik de spelbreker bij wijze van spreken, terwijl ik het zelf ook wil. En wat moet de gemeente nu gaan doen volgens u? Ons proberen te helpen of een oplossing te zoeken. Maar niet alleen voor mij, maar misschien voor meer bewoners ook. Want dat lijkt mij het beste, maar nu is het gewoon een rommeltje, vind ik. Er is geen duidelijkheid verder. En anders is het afwachten? Dan is het voor ons afwachten. Het echtpaar hoopt dat de gemeente alsnog met een oplossing komt. De gemeente wil overigens nog niet reageren. De gemeenteraad praat dinsdagavond over dit onderwerp.